Hey, welkom bij deze College Talk video van Slamstocks. In deze video gaan we jou meer vertellen over college soccer in Amerika. Voordat we dat gaan doen, gaan we nog een heel klein beetje vertellen over Slamstocks, wie we zijn en wat we doen. Daarna gaat een van onze eigen spelers, en dat is niemand minder dan onze eigen... Ja, Bob Groenendijk. Bob, heel even wachten, jij bent dadelijk aan de beurt. Dat is Bob. Die gaat zo meteen meer vertellen over zijn ervaringen, wat hij allemaal geleerd heeft en hoe hij het heeft gevonden in California. Kijk je mee? Tot zo! Op hoog niveau sporten, een universitair diploma halen, heel veel reizen, vrienden over de hele wereld en een fantastisch avontuur. Sporten en studeren in Amerika kan dit allemaal waarmaken. Veel studerende sporters in Nederland hebben de droom om in Amerika college sports te doen. Wij kunnen dit waarmaken. Wij zijn Slamstocks. Mijn naam is Pedro. Ik heb 4 jaar in Amerika gewoond om te tennissen en te studeren. En ik heb een fantastische tijd gehad. Na mijn tijd in Amerika had ik het idee om andere studerende sporters de kans te geven ook zo'n avontuur te beleven. En daarom ben ik met Slamstocks begonnen. College sports in Amerika zijn... huge. Wij werken samen met meer dan 2000 universiteiten, verdeeld over 7 divisies in 200 conferences, en die bieden meer dan 2000 studierichtingen aan. In totaal zijn er per jaar 600.000 student-athletes in Amerika actief en gaat er meer dan 12 miljard dollar in om. In Amerika zijn er dus superveel opties. Er is voor iedereen wel een mooie plek te vinden. Afhankelijk van je sportniveau, je studieniveau, je wensen, je ambities en je doelen gaan we op zoek naar de beste plek voor jou. Dat doen we samen met ons team van specialisten. Bijna iedereen die bij Slamstocks werkt heeft ook in Amerika gezeten om sport en studie te combineren. De afgelopen jaren gingen al honderden student-athletes hiervoor. Onze community groeit supersnel. Onze student-athletes komen uit bijna 20 verschillende landen en zijn in Amerika verdeeld over bijna alle staten. Je wordt niet zomaar student-athlete. Voordat je in Amerika kunt beginnen, hebben we samen een heel proces te doorlopen. Met jou en je ouders maken wij een plan van aanpak. En dat bestaat uit heel veel voorbereidingswerk, testen maken, papierwerk, gesprekken voeren, documenten regelen en nog veel meer. Wij zijn jouw partner in dat hele proces. We begeleiden je net zo lang totdat je in het vliegtuig zit en naar Amerika kunt vertrekken. Ook daarna zijn we jouw partner en blijven we je begeleiden tijdens je carrière in Amerika. Voor het hele proces hebben we ook een eigen app ontwikkeld. Die is superhandig. Dat was een klein beetje achtergrond en basisinformatie. Nu is het tijd om de echte ervaringen te horen. En wie kan dat nou beter vertellen dan onze eigen student-athletes? Are you ready? Let's go! Hoi, ik ben Bob Groenendijk, ik ben 25 jaar. Ik heb op University of Pacific gestudeerd voor voetbal, 3 jaar lang. En uiteindelijk ben ik nu al 2 jaar lang in Nederland. Ik speelde in Division 1 en in de West Coast Conference. Voordat ik naar Amerika ging, speelde ik 11 jaar bij PSV. Ik heb eigenlijk heel de jeugdopleiding doorlopen tot aan jong PSV. Toen uiteindelijk besloten om naar Amerika te vertrekken. Voordat ik naar Amerika ging, zat ik op St. George College. Net als vele andere studenten die ook... hoog topsportbedrijven. Daar heb ik toen op VWO gezeten. En toen ben ik uiteindelijk naar Tilburg University gegaan. Heb ik daar 2 jaar gestudeerd voordat ik naar Amerika vertrok. De overstap van het school in Nederland naar Amerika liep eigenlijk heel soepeltjes. Vooral op de Universiteit van Tilburg merkte ik heel erg dat ik sport en studie niet kon combineren. Aangezien ze beide niet met elkaar worden afgestemd. En dat ervaar ik in Amerika juist heel erg. Dat eigenlijk alle lessen om jouw training heen worden gebouwd. Waardoor je eigenlijk van beide kanten jezelf het beste kan ontwikkelen. De overstap van Nederland naar Amerika op het gebied van sport was ook een hele grote verandering. Een voorbeeld daarvan is in de eerste paar weken toen ik daar aankwam, dat de trainers nog geen training mochten geven. En dat eigenlijk de aanvoerders het over hadden genomen. Dat alleen al was een heel groot verschil. Je ziet echt dat de spelers... hun verantwoordelijkheid pakken en ook totaal niet bang zijn om hard te werken. En dat is misschien wel het grootste verschil tussen de Nederlandse en de Amerikaanse sportcultuur. De combinatie tussen sport en studie in Amerika is voor mijn gevoel beter, aangezien alles veel beter op elkaar wordt afgestemd. In Nederland had ik totaal niet het gevoel dat de Universiteit van Tilburg meewerkte aan mijn sportieve ambities. En dat was in Amerika wel het geval.
Het begeleidingsproces met Slamstocks heb ik als zeer positief ervaren. Ik ben toen in januari heb ik besloten om naar Amerika te gaan. En Slamstocks heeft mij heel erg goed geholpen met het kiezen van de juiste school. Ze hebben er zelfs voor gezorgd dat de coach uit Amerika, waar ik uiteindelijk voor ben gaan spelen, naar Nederland is gevlogen. Waar ik een 1-op-1 gesprek heb kunnen hebben. En uiteindelijk verliep alles heel soepel en ben ik in augustus naar Amerika vertrokken. De verschillen tussen het Amerikaans en Nederlands voetbal is dat het een verkorte competitie is van augustus tot en met december. En dat zijn we eigenlijk in Nederland niet gewend, aangezien je normaal gesproken een heel jaar lang voetbalwedstrijden speelt. En hier worden ze eigenlijk opgekropt in een paar maanden, waar je meestal 2, soms wel 3 wedstrijden in een week hebt. Maar stel je vindt de competitie nou te kort, dan kan je ook in Amerika een zomercompetitie spelen, wat ik zelf ook heb gedaan. Daarnaast zijn er ook een aantal spelregelverschillen. In Nederland telt de klok op en in Amerika telt die juist af. En speel je ook echt zuivere speeltijd, dus als er iemand geblesseerd op de grond ligt, dan wordt de tijd ook echt stopgezet. Daarnaast, als je gelijke stand hebt na 90 minuten, speel je nog 2 keer 10 minuten golden goal. Dus dat betekent als iemand scoort, dan is de wedstrijd ook gelijk afgelopen. Nog een regel is dat je doorlopend mag doorwisselen. Dus de trainer of het team mag continu nieuwe spelers inbrengen, waardoor de intensiteit van een wedstrijd continu hoog blijft. De relatie tussen mij en mijn coach en teamgenoten was heel erg goed. Ik heb eigenlijk vrienden voor het leven gemaakt en jongens die spreek ik nog wekelijks. En zelfs mijn coach heb ik nog contact mee. Die is inmiddels overgestapt naar een andere universiteit. Alleen ik spreek hem regelmatig nog. Dus die contacten zou ik zeker behouden. Ik woon altijd on-campus en dat heb ik als zeer prettig ervaren. Ik was eigenlijk altijd met de jongens samen. Wat eigenlijk heel leuk maakte. En dat je ze ook goed kon leren kennen. En een goede band met ze kon opbouwen. De coach wilde altijd dat hij on-campus woonde. Aangezien hij dacht dat dat beter was voor de teamchemie. Maar daarnaast hadden we wel een paar jongens die off-campus woonden. Eigenlijk in één huis. En daar gingen we eigenlijk altijd met z'n allen naartoe in het weekend om lekker te barbecuen. Maar uiteindelijk wonen we met z'n allen in één appartementencomplex, waardoor we continu eigenlijk met elkaar waren. Mijn gemiddelde dag zag er eigenlijk veelal hetzelfde uit. 'S Ochtends vroeg dan stond ik op en ging ik ontbijten in het algemene restaurant en pakte lekker een Starbucks koffie. Daarna had ik een paar lessen, 2 of 3. En spraken we eigenlijk voor middaglunch altijd met z'n allen af bij een e-truck, food truck, waar we een lekkere sandwich of iets anders gingen eten. En dan rond 1 uur of 2 hadden we training. En na die training hadden we soms wel of soms niet een krachttraining daarna. Dat lag er eigenlijk een beetje aan de dag. Als afsluiting gingen we ook nog even naar de fysio en pakten een ijsbad, wat ook verplicht was. Daarna gingen we weer eten. En als volgt gingen wij nog een paar uur met heel het team naar de bibliotheek. En dan waren we eigenlijk rond 8:30, 9:30 waren we daarmee klaar. En gingen we terug naar ons appartement om een beetje te chillen, lekker filmpje kijken of ja, wat je zelf maar wilde. Wat deed ik in mijn vrije tijd? Eigenlijk heel veel verschillende dingen. In Californië waar ik zat, was in de omgeving eigenlijk heel veel te doen. Ik kon een dagje naar San Francisco of naar het strand. Of ik kon juist de bergen in, wat ik ook een aantal keer heb gedaan. In de zomer en in de winter. Ik heb bijvoorbeeld een skipas gehad voor een paar maanden lang, waar ik onbeperkt kon gaan snowboarden. Of juist in de zomer, dan gingen we juist de bergen in om lekker te gaan hiken. Ja, was eigenlijk van alles te doen. Mijn ultieme doel was om in Amerika om uiteindelijk mijn diploma te halen. En daarnaast had ik nog een droom om profvoetballer te worden. Die droom ben ik al vanaf heel jong gestart bij PSV, doordat ik daar 11 jaar lang heb gevoetbald. En die droom wilde ik eigenlijk doorzetten in Amerika. Die kans heb ik ook een aantal keer gehad. Ik heb bij verschillende profclubs stage gelopen, maar uiteindelijk is het dan niet gelukt. Op dit moment doe ik een masterstudie in Engeland. En daarnaast voetbal ik ook nog voor de universiteit. In Engeland heb je een beetje hetzelfde systeem als in Amerika, alleen is het een stuk kleiner. Alleen je kan ook daar met een studiebeurs naartoe, wat ik uiteindelijk ook heb gedaan. Het eerste attribuut die ik mee heb genomen is een medaille voor het behalen van nationaal toernooi. Deze is heel erg speciaal, omdat in 2016, het eerste jaar dat ik in Amerika zat, hebben wij deze behaald. En dat was ook de eerste keer dat het men's soccer team in University of Pacific het nationale toernooi heeft gehaald.
En dat hebben we eigenlijk herhaald in het jaar 2017 en 2018. En dat zijn eigenlijk de gouden jaar geweest voor het voetbalteam. En dat maakt de eerste keer natuurlijk ook heel erg speciaal. Het tweede attribuut dat ik heb meegenomen is de Coaches Award. Dat heb ik gekregen in 2017. En die wordt eigenlijk één keer per jaar uitgereikt door de coaches aan een van de spelers. En waar die eigenlijk voor staat is een speler die als voorbeeld was op het veld, maar ook buiten het veld. En dat is misschien nog niet eens het allermooiste aan dit award, maar dat eigenlijk voor altijd in de kleedkamer mijn naambordje daar staat. Dus als ik over 30 jaar terugkom, dan hangt mijn naam daar nog steeds. En ja, dat geeft me natuurlijk wel een speciaal gevoel. Ik heb nog een aantal tips voor toekomstige student athletes. Tip 1 is ga zoveel mogelijk reizen. Ik heb heel veel gezien in de jaren dat ik daar ben geweest. Alleen uiteindelijk ook heel veel niet. En daar heb ik uiteindelijk wel een beetje spijt van gekregen. Dus ja, dat is wel een goede tip die ik kan meegeven. Dan nog tip 2. Zorg dat je conditioneel fit bent voordat je naar Amerika gaat. Ik heb zelf een fysieke test niet gehaald toen ik daar aankwam. Want die jongens in Amerika zijn heel fysiek ingesteld en ze kunnen continu blijven rennen. Hartstikke bedankt voor het luisteren en ik hoop dat jullie het een leuk verhaal vonden. Als jullie nog vragen hebben, dan kunnen jullie natuurlijk altijd vragen. En nu geef ik het woord aan Pedro. Wauw, Bob. Wat een mooi verhaal. Ben jij ook enthousiast geworden over voetbal in Amerika en wil je meer weten? Ga dan naar deze link, meld je aan en dan zien we jou snel.